Welkom bij Extra Journaal, nieuws uit Curaçao, vers van de pers. En dit is het nieuws van vandaag. Op Curaçao zijn gisteravond de eerste goederen geland die de Amerikaanse overheid ter beschikking stelt als humanitaire hulp aan Venezuela. Die goederen zijn vooral medische noodpakketten en komen uit Nederland. TUI heeft ze overgevlogen. Amerika en het Koninkrijk der Nederlanden tekenden vorige maand een akkoord waardoor Curaçao als verzamelpunt gaat fungeren van hulp van de VS aan Venezuela. Maar tot nu toe houdt president Nicolás Maduro de grenzen gesloten voor Amerikaanse hulp. Curaçao zal de spullen opslaan en vraagt ook andere landen gebruik te maken van het eiland voor het verre vervoeren van hulp aan Venezuela. Venezuela maakt momenteel een zeer ernstige crisis door en heeft een gebrek aan voedsel, medicijnen, water en elektriciteit. Minister-president Ruggenaat heeft gisteren een beroep gedaan op de Venezolaanse president Nicolás Maduro om de grenzen te openen voor humanitaire hulp. Volgens Ruggenaat is de situatie in Venezuela heel pijnlijk en zijn er allerlei ziektes opgekomen waarvan veel mensen dachten dat ze al lang waren verdwenen. Volgens hem kan dat zelfs negatieve gevolgen hebben voor Curaçao. Gisteravond kwam de Amerikaanse humanitaire hulp aan op Curaçao en Ruggenaat hoopte dat die hulp zo snel mogelijk naar Venezuela kan worden gestuurd. Vakbond APVO heeft namens het gevangenispersoneel een brief gestuurd aan minister van Justitie Quincy Girigori. In de brief wordt een ultimatum gesteld en wordt er een lijst aan punten opgesomd die volgens de APVO zo snel mogelijk moet worden aangepakt. Onder meer het feit dat de reorganisatie van de gevangenis al 8 maanden stil ligt en er nog steeds veel vragen zijn over de veiligheid binnen de gevangenis. Daarnaast is het probleem van het personeelstekort nog niet opgepakt en is het werkschema een chaos, aldus de APVO. Theo Heiliger, leider van de grootste politieke partij van Sint Maarten, moet voor vrijdag 5 april terug worden gestuurd naar Sint Maarten. Dat heeft de rechter bepaald. Heiliger zit op verdenking van fraude en corruptie vast in Bonaire. Maar volgens de rechter moet hij zo snel mogelijk weer terug naar Sint Maarten. Daar was eerst geen goed onderkomen voor Heiliger, maar nu is besloten dat hij voorlopig in de ziekenboeg van de Point Blanche gevangenis moet verblijven. Een Amerikaanse toerist die op vakantie was op Saba heeft tijdens een wandeltocht iets heel bijzonders gevonden. Het gaat om een munt uit 1682. Het is een Deense munt en zoals bekend was Denemarken afgelopen eeuwen actief als kolonisator in het Caribisch gebied. Het is onbekend hoe de munt op Saba terecht is gekomen. De toerist was heel blij met de vondst, maar heeft wel besloten het achter te laten op Saba. Hij hoopt een keer terug te kunnen komen om de munt weer te kunnen bewonderen als het wordt uitgestald in het museum van het eiland. Curaçao heeft weer tegen een nederlaag opgelopen tijdens het wereldkampioen zaalvoetbal in Argentinië. De eerste wedstrijd werd gewonnen van Bolivia, daarna was Marokko te sterk en uiteindelijk heeft Colombia met 10-0 gewonnen van Curaçao. Colombia is de huidige wereldkampioen zaalvoetbal. Curaçao moet nog 1 wedstrijd spelen, maar is helaas al zeker uitgeschakeld voor het toernooi. De Europese Unie heeft kritiek geuit op de intrekking van de onschendbaarheid van de Venezolaanse oppositieleider Juan Guaidó. Die maatregel komt neer op een ernstige schending van de Venezolaanse grondwet, zo zegt de buitenlandchef van de Europese Unie. Volgens de Unie kan de grondwetgevende vergadering helemaal niet de immuniteit van Guaidó intrekken. Alleen het door Guaidó geleide parlement kan zo'n besluit nemen, zegt de EU. De wijze waarop Guaidó nu wordt aangepakt betekent volgens de Unie dat een politieke oplossing voor de crisis in Venezuela nog verder weg is. Dit was Extra Journaal met nieuws uit Curaçao in het Nederlands elke doordeweekse dag. Tot de volgende keer.